Special location. En het licht overheerst weer. Het licht schijnt op mij. Het is niet mijn keuze om speciaal te zijn. Iedereen is speciaal. God houdt van alle mensen. Ook van onze vijanden. Kijk, eye for an eye. Oog om oog, tand om tand. Of vergevingsgezind zijn. Ik ben net mishandeld door 2 beveiligers, maar ik heb mij niet verzet. Alleen ik heb ze gezegd, laat me nu los of ik ga geweld gebruiken. En ja, eentje wou niet luisteren, dus die viel op de grond. En daarna, die andere liet me meteen los. Ik heb nu rugklachten, schouderklachten, nekklachten, maar ik blijf lachen. Want dit is Holland, de kleur blauw. Zo is het mensen, blauw, wit, rood gaat viral. Hoe dan ook, zullen we onze boodschap laten horen. We blijven tegen de doven en de blinden spreken. En we laten de doven zien wat wij zijn. Sterker dan de leugen, sterker dan de haat en het sadisme van Kaag, Rutte en consorten. En Klaus Schwab en Bill Gates of hell. Ik hoop dat er niet te veel waait, dat jullie mij goed kunnen verstaan. Ik ben naar een speciale locatie gegaan. Oog van de Illuminatos. Ik moet eerlijk zijn, ik kwam eigenlijk voor een andere plek hier. Er zou hier nog een belangrijk gebouw zijn van de media, maar ik kan het zo 1, 2, 3 niet vinden. Dus ik heb nog niet zoveel tijd. Lookout heet het hier. Lookout. Amsterdam Noord. Kijk uit mensen, wees waakzaam, wees dienstbaar aan het volk. Laat je niet intimideren door de leugens van de media. Kijk uit, laat je niet misleiden. Ik kijk altijd uit, ik sta altijd op de uitkijk. Even uit de wind staan. Morgen Den Haag mensen. Mooie actie. SP. We sluiten ons aan. Voor de pensioenen. Eerlijk pensioen. Eerlijk AOW. Eerlijk inkomen voor alle ouderen. En wij breken die energiecrisis af. De energiecrisis leugens. Morgen Tweede Kamer. We laten ons horen. Tegen haat. Tegen propaganda. De fakkel is moeilijk om mee te nemen. Ik zal het ook wagen om met fakkel te komen naar de Tweede Kamer. Ik ga een poging wagen, mensen. Ik kan niks beloven deze keer. Verboden open vuur. Want de fakkel staat voor brandgevaar. We hebben weer iets nieuws geleerd vandaag. Entertainment voor het volk. Keep the people going. Doe eens lief. Ja, dat vind ik helemaal een goed idee. Ja. Heel februari, korting, korting, korting. Ja, het waait hier ontiegelijk hard, mensen, dus... Ja, wat een mediacommotie. Waar is het voor nodig? Het is duidelijk weer haat zaaien tegen mensen zoals mij. Haat zaaien tegen kritische mensen. Ik zie angst. Ik zie heel veel angst nu in de media bij de elitairen. Dus ik ben alleen maar blij met deze dag. Ik ben niet blij dat ik met geweld ben benaderd vandaag. En ik ben ook niet blij dat er iemand op de grond gevallen is, want ik ben niet haatdragend. Er is weer een aardbeving geweest in Turkije, ja. Ik ben heel benieuwd hoe ernstig het deze keer is, maar het is zeker zeer opmerkelijk weer. Dus bid voor Suriname sowieso, wat daar gaande is, is ook extreem. Ook voor Syrië en Turkije, laten we vooral bidden en stilstaan bij hun. Morgen ben ik in Den Haag met een paar grootse acties, belangrijke acties. 11:55 bij de Eerste Kamer. Ik zal hem zo nog een keer delen. Sorry hoor. Niesbuitje. Het waait hier hard, maar wij waaien nog harder met een nieuwe wind door Nederland. Mensen, dit is voor mij een heel belangrijk moment. We gaan door.
Willen ze de fakkel verbieden? Willen ze de fakkel onderdrukken? Willen ze de fakkel framen? Dan komen we met nog meer fakkels naar ze toe. Want wij geven hun de pijn die ze ons geven. Alles wordt hier omgedraaid. Morgen Den Haag, mooie acties. Blauw, wit, rood. Steun de mensen die geframed worden. Morgenavond probeer ik naar het Mediapark te gaan in Hilversum. Is nog niet zeker, anders wordt het woensdag. Om daar ook een lichtje te laten branden, een lichtje te laten schijnen. Alle fake media die mij framed, onderdrukt, zoek ik persoonlijk op. Met de lawaai-protest op een andere manier. Ik ga niet alles voorkouwen nu, ik ga niet alles vertellen van tevoren. Maar ik zorg dat ik in de uitzending kom. Ik zorg dat ik in ieder geval zichtbaar ben bij het personeel en bij vooral de programmamakers die mij willen neerzetten als een dreiger of nog erger. Sta op voor je rechten, sta op voor je mensen, sta op voor het te laat is. Stop de dictatuur, stop de tirannie, stop de oorlogen, stop de financiële crisis. Stop de Great Reset. Meer kan ik niet zeggen. This is Holland. Blauw, wit, rood. Look out Amsterdam. I Amsterdam. De media, zet ze onder druk. Stuur ze massaal post. Bel ze op. Rectificeer. Openbaar. Expose hun leugens. Laat ze niet meer wegkomen. Want er wordt een enorme frame campagne weer gestart. Terwijl de verkiezingen eraan komen. Alles heeft dubbelzinnige reden en we zullen erachter komen wat ze hiermee weer van plan zijn. Maar wij laten niet over ons heen walsen. En ik heb beelden in handen gekregen dat Kaag helemaal niet werd tegengehouden. Dat ze zelf voor koos om naar die mensen toe te lopen die met fakkels in de handen stonden. Dus ze wist donders goed wat ze deed. Ze was omringd door heel veel beveiliging van de politie. Dus het is weer allemaal een show. En ze proberen weer iets te forceren om de slachtofferrol te spelen, terwijl zij de daders zijn in deze oorlog, in deze vernietiging. Maar daar laten we ze niet mee wegkomen, want ze zijn geen slachtoffers, het zijn daders. Wij zijn allemaal de slachtoffers. De 99%. En wij, het stopt wanneer wij nee zeggen, die campagne is al gestart. En de andere campagne die Rutte zelf heeft gesignaleerd. Wanneer het volk zich laat zien, zal er vooral erin komen. Het volk moet zich laten horen en zien. En het volk moet zich niet uit elkaar laten spelen. En het volk moet niet kiezen voor een makkelijke weg, voor luxe, welvaart, entertainment. Het volk moet opstaan. Niet normaal maken wat niet normaal is. Dat is de boodschap. Tot morgen. Ik ga naar huis, zover ik kan spreken van huis. Ik ben nog zoekende, maar ik heb wel een verblijfplaats natuurlijk, elke dag. Ik ben niet nooit op straat in de nacht, alleen overdag. Fijne avond, goede nachtrust toegewenst. Alles is goed gegaan vandaag. En we strijden door. En elke media die liegt en bedriegt, daar zullen wij ons laten zien en horen. En zullen wij druk op uitoefenen om de waarheid aan het licht te brengen en om de leugen te ontmaskeren. Groetjes, Amsterdam Noord. Tot later.